Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En welkom bij deze beetje extra KNSB webinar. En dat komt eigenlijk allemaal door Max. Welkom Max, onze kerstverse grootmeester. Ja, bedankt. Hi. Waarom extra? Jij besloot eind december eens naar Italië te gaan. En even twee toernooitjes te spelen. Om daar twee GM-normen te halen en je titel binnen te koppen in feite. Ik had je al gefeliciteerd, maar bij deze nog even officieel gefeliciteerd daarmee. Jij gaat vandaag even wat hoogtepunten laten zien, denk ik, hè, van die twee toernooien. Kun je even kort uitleggen wat de setting een beetje was daar zo? Want ik denk dat veel mensen denken, zit hier gewoon te schaken? Hoe dan in deze tijd? Ja, ik wilde dus, of ja, ik ben natuurlijk verslaafd aan het spelletje ondertussen. Ik wilde natuurlijk toch heel graag weer schaken. En ja, er waren twee toernooien in korte tijd achter elkaar op dezelfde plaats in Italië. Dus het leek eigenlijk ideaal. Hoe ver het ideaal kan zijn in deze tijd. En het was op zich allemaal wel netjes geregeld. Want iedereen die meedeed, die werd ook getest. Er moest ook getest worden voordat ze überhaupt vlogen. En ja, je moest constant je mondkapje op tijdens de partij. En ze hadden ook nog een spatscherm over de borden heen. Alle arbiters en organisatoren waren getest. Dus dat was allemaal wel goed geregeld. En ja, aan de andere kant heeft de overheid ook niet verboden dat je mag reizen. Dus in principe kan het. Het is ook een beetje de vraag. Je mag reizen als het noodzakelijk is. Of ze raden aan als het noodzakelijk is. En wat je nou ziet als noodzakelijk. Want topsporters bijvoorbeeld in voetbal, die mogen wel reizen. Dus waarom niet in de schaaksport, zou ik zeggen. Ja, dat is een beetje grijs gebied natuurlijk soms. Ja, het is best wel een grijs gebied allemaal. En zolang de overheid het niet verbiedt, kan het. Ja, en want je was daar niet alleen, denk ik, hè? Want voor mij was Thomas Beertsen er ook mee. In ieder geval van de Nederlanders. Ja, samen met Thomas Beertsen. En eigenlijk zou Robbie Cavendish ook nog gaan. Maar ja, die twijfelen toch wel ook in deze pandemie om te gaan. Dus uiteindelijk besloten om niet te gaan. Dus we waren met z'n tweetjes. Oké. We waren de enige Nederlanders, geloof ik. Oké. Maar zoals ik al zei, het zijn twee toernooien. En dat betekent 18 partijen. En er zaten nogal wat hoogtepunten tussen. We hebben natuurlijk vorige week, voor de mensen die vorige week ook keken, jouw partij tegen Mooch bekeken. Ja. Dat dameoffer. Dat was natuurlijk erg spectaculair. Maar er zijn nog genoeg andere dingen gebeurd. Dus laten we snel even wat partijen erbij pakken. Dan is er voor de mensen thuis ook trouwens alle gelegenheid om vragen te stellen. Die gooien we er gewoon tussendoor. En dan, voor je het weet is dat uur voorbij. Dus wat mij betreft, waar beginnen we, Max? Want er is veel om te zien. Nou ja, in principe is het meest interessant natuurlijk als ik ook tegen grootmeesters loop schaken. Dus dat was eigenlijk het eerste moment dat ik tegen grootmeesters speelde, was ook meteen een interessante partij. Dus laten we die maar als eerste bekijken. Op dit moment, dit was ronde 4 in het eerste toernooi. Op dat moment had ik 2,5 uit 3. Ik was 3 keer omlaag ingedeeld. De eerste 2 rondes wist ik te winnen. De derde ronde was een beetje gammel van mezelf, maar met uiteindelijk remise. En toen werd ik toch omhoog ingedeeld in ronde 4. Tegen grootmeester uit Amerika, Nicolas Checa. En van tevoren kreeg ik eigenlijk tips van Hans Nieman, andere Amerikanen, dat ik de partij heel concreet moest aanpakken en hem niet de partij in laten komen, zeg maar. Want dan zou hij misschien wel overspelen. Maar uiteindelijk deed ik exact het tegenovergestelde. Ik opende met E4, wat ik meestal doe. En vervolgens verwacht ik eigenlijk Frans, want Nicolas speelde eigenlijk altijd Frans. Maar hij deed ineens ook kan, dus dat was al eerste verrassing. Openen met D4, D5 en gaan voor de doorschuif. Ik denk dat het waarschijnlijk wel de meest kritieke variant is tegen kan, dus dat leek me wel interessant nog. Maar ik pakte het wel een beetje rustiger aan, laten we zeggen. Met een paar D2, het is wel kritiek, maar niet, het zet niet direct heel veel druk op soort. Het idee is om naar een paar naar B3 te gaan en dan C5 proberen te komen. Dus ze deden eigenlijk allebei een beetje standaard setjes. Paard D7, paard D3.
Basis lopen E2, paard EC, bekocht. Dit is eigenlijk allemaal best wel standaard. Veel gespeelde stelling nog steeds ook. En je hebt hier best wel verschillende plannen en ik wist niet zo goed welke hij zou kiezen. En hij koos eigenlijk voor eentje die heel erg, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen, ongebalanceerd is in ieder geval. Wat ze vaker doen is iets als lopen H7 en dan verder met paard 5 en lopen E7, korte rokade. Zwart wit heeft ietsje meer ruimte, maar het is niet heel bijzonder. Maar hij ging voor de zet G5. Best wel ja, aanvallende zet eigenlijk. Hij pakt dus heel veel ruimte op de koning, maar aan de andere kant gooit hij alles enigszins ook open. Antwoorden met A4, hier was hij nog soort van in boek. En hij speelde paard G6. Ik dacht eigenlijk altijd dat paard G6 verkeerd was, zo vroeg. Want het ding is dat een standaardplan voor wit is om paard 1, paard D3 te doen. Zodat paard D3 niet zet en dan C5 onder controle te houden. En ondertussen kun je dan misschien een keertje met F4 werken. En als hij nu paard G6 doet en ik antwoord met paard 1, zoals ik deed, heb ik niet alleen het plan van paard D3, maar ik dreig ondertussen ook meteen dat stuk in te sluiten met G4. En je ziet eigenlijk al direct dat hij toch niet zo comfortabel is in die kan. Hij speelt dus altijd Frans, zoals ik al zei. Want paard G6 is eigenlijk gewoon een slechte zet, want na paard E1 dreig gewoon meteen dat stuk te winnen. En het dwingt al paard F4 op. Of ja, hij kan natuurlijk terug naar E7, maar dat kost gewoon te veel tijd. Dus hij gaat naar F4, maar nu kan ik zijn structuur kapot maken. Dus het was al heel snel duidelijk in de partij dat hij niet zo comfortabel was in die kookkamp. Dat hij duidelijk niet echt de plannen kende. En waarschijnlijk paard 1 gewoon had gemist. Maar oké, het is nog niet zo makkelijk om hier gebruik van te maken. Want hij heeft wel looppaar en ik heb wel net de G-lijn geopend. Het is nog niet zo denderend, die G-lijn. Ik heb sowieso al G2 gedekt. En F4 blijft heel erg zwak. Dus het is niet zo makkelijk of zo voor hem. En ik dacht, ja, ik kan me best meteen van loper afkomen. Dus ik deed loper D3. Best wel logische zet eruit. Meteen die lopers af. En misschien kan ik F4 gaan aanvallen met dame F3. Hij doet dame G5, wel logisch. En ja, nu ruil ik meteen die lopers maar af. En doe ik vervolgens dame D3. Met het idee om, ja, ik draai gewoon te slaan op F5. Dat vernielt zijn pionstructuur. En aan de andere kant, als hij, sorry, als hij op D3 slaat, doe gewoon paard op D3. En dan staat F4 weer aangevallen. Dus dit is ook niet zo ideaal. Dus ik dwing eigenlijk zijn dame naar G5. En ik dacht, die dame staat beter op F5 dan G5. Hier deed ik dame F3. Om paard D3 te kunnen doen, dat ding aan te vallen. En hier besloot hij maar iets heel radicaals te doen eigenlijk. Hij moet heel snel zijn in deze stelling met zwart, want anders doe ik gewoon paard D3 en ga ik doen gewoon die pion oppeuzelen. Dus hij moet heel snel deze spel keren hier met zwart. En de manier waarop hij dat waarschijnlijk had moeten doen is met C5. Een beetje meer standaard breakset in de stelling. Maar ik kan op zich wel snappen waarom hij het niet doet, want zijn koning staat nog niet echt veilig. Dus hij wil niet zomaar centrum openen. Waarschijnlijk had ik C3 gedaan. Volgt er iets als paard D2 een keer en dan paard D3 en toch proberen die pion te pakken. Maar kun je dan niet C4 spelen om het centrum te openen? Als dat toch is wat je zegt dat het idee is? Met wit? Ja? Ja, misschien dat C4 kan inderdaad. Het is een beetje de vraag hoe het zit na C D4, denk ik. Omdat E5 ook nog... Ja, oké, dan wordt het misschien iets te veel van het goede. Ja, dit wordt klein. Ja, misschien dat dit goed is. Ik dacht me te kunnen herinneren dat C5 de objectief gezien beter gezet was. Ik denk dat dit niet zo duidelijk is waarschijnlijk. Oké. Okay. En nog even een andere vraag in plaats van F6, als je het neervindt. Ja. Want je zegt dat de zwart moet snel zijn, anders verliest hij de F4 pion. Wat gebeurt er als dit gaat verdedigen met H5 en lopen H6? Ja, dat kan ook. Het is alleen de vraag... Of ja, ik kan dan sowieso al direct op G3 doen, eventueel. Dus stel, je doet H5, paard D3, loop H6, G3. En dan dreig ik hem weer te slaan. En als je nu slaat op G3, ben je wel van je zwakke pion af. Maar met die dame niet door op de F-lijn kan dit wel gevaarlijk zijn.
Dat is een idee. Ander idee is misschien naar H5 dat die loper en die dame dat het toch best wel irritant is dat ze allebei dat ding aan het dekken zijn en dat ze verder niet zo heel veel meer doen. Dus ik kan misschien ook gewoon verder gaan met iets als paard C5 of A5 bijvoorbeeld. Ja, ik zie En nu ook dan misschien wel paard C1, paard E2 ook nog, hè? misschien dat zelfs. Misschien dat hij dan wel met F6 gaat werken, omdat paard C1 een beetje traag en passief is. Of ja, voor heel even dan, maar ik denk dat A5, paard BC5 iets meer standaard is. En het is de vraag wat hij ondertussen gaat doen. Want paard D3 was, behalve dat F4 aanvalt, ook gewoon een nuttige zet. En H5 loopt H6 wat minder, denk ik. Oké, ja, mee eens. Ja, lang verhaal kort is eigenlijk gewoon dat hij echt al flink in de problemen is. Ja, dus hij probeert het soort van het heel onduidelijk te maken met F6. Wat hem ook soort van wel lukte. Maar ik wist hier wel soort rake zet te doen. Dame H3. Weer een dame zet, derde al op rij. Maar het valt wel zijn zwakke punten in de stelling aan. E6 namelijk. En ik dreig gewoon meteen binnen te slaan. En ondertussen is het misschien iets als paard 3 een idee om tempo op die dame te winnen. Dus als hij nu lang rokeert, dan sla ik gewoon binnen op E6 volgens mij. Dan sta ik wel lekker. Zij moet eigenlijk op E5 pakken, wat hij ook deed. En hier misschien een kleine onnauwkeurigheid. Waarschijnlijk was dame op E6 wel beter dan wat ik deed. Maar ik wist niet zo goed hoe het eindspel zat na dame E7, dame E7, loopman E7. Maar als het goed is, dan na paard D3 valt dat centrum een beetje uit elkaar. Ik had dit wel gezien. Maar ik dacht dat als hij E4 doet, paard A4, loper D6, dat hij misschien een soort van vage compensatie wel had. Met die actieve loper en dat hij zijn torens naar de G in de F-lijn kan brengen. Het hoeft wel beter te zijn voor wit, omdat ik die pion voor sta, maar zijn stukken zijn wel een stuk actiever. Dus ik zag dit en ja, ik had eigenlijk wel zin om flink te vechten, zeg maar, in deze partij. Dus ik hield de dames op het bord met de zet Dame E5. Die leek me eigenlijk best wel slim. Het geeft soort van de beurt weer aan hem. Want ik dreig nu weer binnen slaan op E6. En dan blijft gewoon een volle pion voor. Ook weer. Het is niet zo duidelijk hoe hij hierop moet reageren. Want als je volgens mij iets als Dame E5 doet, dan komt paard D3. En voor de toren E1. En dan staat die koning toch wel ja, kwetsbaar in dat centrum. Zeker met die dame ook. Dus hij rokeerde maar meteen. Nu die E-pionnen toch op bord slaan, is die koning niet zo. Of ja, hij brengt gewoon zijn koning naar de veiligheid en dan kan hij de E-pionnen afslaan. Maar ik heb nu wel paard D4, wat gewoon binnen dreigt te slaan op E6. En hij heeft wel eens, ja, eigenlijk wel een probleem met schot. Hij deed toren E8, ik vind hem best wel logisch. Als ik nu binnen sla op E6, dan slaat hij wel op E5. En dan staat het paard eigenlijk gewoon ingesloten. Dus dat kan niet. Dus ik deed paard D3 om E5 te dekken. En als hij nu op E5 staat, dan sla ik wel op E6. En dan hangt dat paard en aftrek aanvalletjes. Dus dit zal heel goed zijn voor wit al. Maar hij dekte hem ineens op een beetje een gekke manier. Op een indirecte manier. Die ik niet echt had zien aankomen. Hij deed, of ja, hier zag ik hem wel aankomen, maar ietsje eerder nog niet, toch G8. En nu heb je toch wel ineens die druk op de G-lijn. Want als ik nu op E6 sla, dan kan die gewoon terugslaan. En na dame E6 ga ik mat. Dus dit kan ik zeker niet doen. En ze vragen hoe ik verder moet, want hij dreigt ondertussen wel paard E5. En ik moet wel een beetje snel zijn met wit, want die paarden staan een beetje onstabiel en hij kan best wel snel weer ontwikkelen met iets als loop C5 komt eraan of C5, C4. Dus ik moet nu wel toeslaan. Dus ik deed paard F3, tempo op die dame, dekt E5 weer en ik probeer eigenlijk de verdediger van F4 weg te schoppen terwijl ik E5 gedekt houd. Hij doet dame G7 en blijft E5 aanvallen. Dit was eigenlijk het kritieke moment van de partij. Want ja, hij dreigt de F4 te gaan dekken, bijna. En vervolgens heeft hij wel die open G-lijn en kan hij misschien wat spel creëren daar. Ondertussen C5, C4 blijft een idee om
af de E5 aan te gaan. Loop G7 bijvoorbeeld. Dus ik moet wel een soort van iets snels doen. En ja, als je naar de stelling kijkt, dan vraag je ten eerste dat het komt op paard F4 waarschijnlijk. Want dan kan ik in principe gewoon die pion eraf staan. En dus ja, in principe doet hij dan sowieso, of ja, je zou verwachten het paard E5. Dat hij gewoon een pion terugslaat. Want je kunt ook niet doorslaan op E6. Als je paard E6 doet, dan komt paard F3 schaak. En die dame moet blijven hangen aan die toren. Dus je kunt niet echt dame F3 doen. Want toren E6, daar heb je gewoon een stuk achter. En aan de andere kant kun je ook niet iets doen als koning H1. Want volgens mij komt gewoon iets als dame D7 bijvoorbeeld. En dan, ja, je staat gewoon een stuk achter. En er zitten niet eerst trucs in de stelling voor je. Dus dit lijkt niet echt te werken. En aan de andere kant, als je op E5 slaat, kan die weer terugstaan op E5. En ondertussen staat E6 gedekt. Paard op F4 is het aangevallen. Dus het is niet zo duidelijk in deze stelling hoe wit nou verder moet. Blijkbaar volgens de computer was A5 interessant. Met het idee om zo die pion op te halen. Maar dit idee had ik gemist. Ik zag een veel interessanter idee. En ja, er zat eigenlijk een soort van truc achter. Ik was eigenlijk door gaan rekenen aan de stelling. En het voelt wel een beetje alsof er iets in zit voor wit. Want F4 hangt, E6 is daarna meteen zwak. Met die koning ook op die diagonaal en die twee torens dacht ik misschien, oké, kan er iets in zitten. Dus ik ging doorrekenen. En toen zag ik dat na paard F4, paard E5, paard E5, dame E5 in deze stelling, dat ik ineens een zet toren E1 heb. En ineens heb ik hem ineens getrukt. Want na dame F4, toren E6, staat hij een stuk voor. Maar omdat de stukken zo onhandig staan, verliest hij hier gewoon materiaal. Het is een hele aparte truc. Het is niet eentje die je heel vaak... Het is geen standaard motief of zo. Nee. En ik was wel blij dat ik hem zag, want hij komt een beetje uit het niets ineens toren heen. En hij had hem zelf ook helemaal gemist. Dus ja, ik speelde... Voor alle kinderen die zitten te kijken, dit kinderen is dus precies waarom je die loper van F8 moet ontwikkelen en je torens moet verbinden. Dan gebeurt het ongelukken dus niet. Ja. Dus hij, want het is, je hebt gewoon geen zet ineens met zwart. Ik dreig gewoon op E8 te slaan of door G6 te doen met schaak. Dan die toren te halen. Je hebt gewoon geen zet. Als je slaat op E6, dan sla ik op E6 terug met dubbele aanval. En als je koning D8 doet, wat ook nog logisch lijkt, dan heb je ineens weer gewoon dat die stukken zo onderhandig staan. Ik sla op E8 en dan doe ik weer dame E6. En dan heb ik die dubbele aanval en ik kan er niks aan doen. Ook voor een deel inderdaad, omdat die loper nog steeds op F8 staat. Ze had net niet zijn ontwikkeling afgemaakt. Wat wel opvalt inderdaad is dat, ik heb best wel veel paard zitten gedaan en dame zitten gedaan, maar als je kijkt naar deze stelling, heb ik wel in ieder geval mijn ontwikkeling afgemaakt. En hij heeft één stuk niet ontwikkeld. En daarom ging het eigenlijk misschien ook verkeerd. Dus ik sloeg paard E5, dame E5, toren E1. En hij sloeg maar op F4, toen sloeg ik op E6. En toen ging hij maar voor een stelling waarin hij in kwaliteit achter stond. Hij sloeg op G2, dat had ik nog wel gezien. Ik moet met de koning slaan, want als ik met de dame sla, dan staat hij gewoon met toren. Dus ik moet die toren gedekt houden, dus ik heb koning maar 2. En je deed die toren maar E6, koning dame maar E6, koning C7. En op dit punt sta ik gewoon een kwaliteit voor. Hij heeft niet eens één pion. Dus, mijn koning staat een beetje kwetsbaar, mijn pionstructuur is een klein beetje kwetsbaar, maar in principe is op dit moment niet echt meer, hoorde niet zo moeilijk te zijn. Deed ook H3, lopen de 6 dame G4. Ik liet wel dat schaakje toe, maar mijn dame deed alle witte velden, dus dat is niet zo'n probleem. Dame E5 en hier vond ik de zet door G1. En nu is het probleem gewoon dat eigenlijk bijna altijd dame G7 eraan komt. Hij kan die pion slaan, maar dan ruil ik alsnog dames. En dat eindspel win ik in principe wel met die vrije F-pion, die zo meteen het bord afrent. Dus na toren G1 had ik... Ja, mijn koning staat een beetje kwetsbaar natuurlijk, maar ik had wel de stelling onder controle. En
uiteindelijk miskien het punt binnen trekken na nog 20 zetten. Want hij vecht er nog een beetje door. Dus dit was best wel een belangrijke overwinning in het eerste toernooi. Omdat ik, ik won hier van een grootmeester. Hierdoor kwam ik op 3,5 uit 4. En dat betekende dat ik 600 plus TPR had. Ik verloor wel de volgende ronde tegen Vitaly Bernatsky. Dus dat was de sterke speler uit het toernooi. Dus het kan gebeuren, maar kleine dompen natuurlijk voor je toernooi. Het is meestal lastig als je een partij, sorry dat ik even inbreek, maar meestal als je op zoek bent naar een GM-norm en je verliest een partij, dan is het vaak super lastig ineens. Terwijl als je gewoon ongeslagen blijft, de halfjes kun je vaak permitteren, maar zo'n nul is altijd... Je hebt meestal voor zijn norm iets van 6,5 of 7 uit 9 nodig. Dus als je één verliespunt hebt ineens, dan kun je niet zo heel veel permitteren meer ineens. En ik had bijvoorbeeld op dit moment had ik al een half verliespunt. Dus had ik 3,5 uit 5, al anderhalf verliespunt. Dus als je nog op 7 of 6,5 wil komen, mag je niet zoveel meer verliezen. Maar goed, dus dat deed je ook niet. Nee. Dus nadat ik die partij verloor, had ik nog uiteindelijk 3 uit 4 nodig, blijkbaar. En de volgende dag moest ik tegen Frans IEM met wit. En wel een soort van gunstige pairing. Wel iemand die ik kan pakken, maar nog wel een soort van hoge rating. Dus die partij won ik. Vervolgens moest ik tegen Belgisch talent Daniel Darda, die ook op zoek was naar grootmeester normen. En die partij speelde ik wel goed, denk ik, en won ik ook. Dus ik had ineens 2 overwinningen. En ik had 3 uit 4 nodig, dus ik hoefde nog maar 1 uit 2 op dat moment. En toen had ik weer tegen een grootmeester, die vond het wel oké om remise te pakken. En tegenstander in de laatste ronde die, had er ook geen probleem mee. Dus de laatste dag kon ik 2 remises maken. En dat was mijn tweede grootmeester nul. Maar ik moest wel flink scoren nog op de ene laatste dag. En dat lukte wel. Dus een nul is natuurlijk niet echt de bedoeling. Dus, dat is nooit de bedoeling, die nul. Goed gemaakt. Ja. Maar dat is wel. Er wordt trouwens gevraagd of de tegenstander heeft opgegeven naar Toren G. Nee, Mark zei dat hij nog 20 zetten doorspeelde. Maar je kunt misschien heel kort even doorheen wandelen, dat mensen in ieder geval zien hoe de partij eindigde. Ja, hij deed dame 6, koning 2. Het probleem is dat dame G7 eraan komt, dus hij moet die doen. Maar dat geeft me tijd om het C3 als te dekken. En hij speelde door, maar hij staat in principe gewoon de kwaliteit achter. En mijn stukken worden nu actief. Ik liet hem nog wel promoveren. Lijkt niet als het clean het is, maar dat is allemaal berekend natuurlijk. B4 schopt die loper, ping pion er al af. Of ja, het idee was dat ik hier toch G6 heb. Lijkt die loper op D6 te winnen. Maar hij heeft C2. En ik liet hem dus promoveren, maar het was eigenlijk meer een soort van ruil. Ik sloeg zijn dame en toen haalde hij weer een nieuwe. Dus hij had niet echt veel bereikt met promoveren. En toen... uiteindelijk werd ze koning toch de pineut. Want die van mij die staat toch nog een soort van reeks 7 op F1. En toen, na wat schaakjes, wist ik die H-pion eraf te slaan. En die vond hij toch maar genoeg, omdat ik te veel materiaal voor staan. Kwaliteit plus een extra pion. En geen vorm van tegenspel van hem. Nou, duidelijk. Ja. Ja, dus de rest van de partijen in de eerste toernooi... vooral die op de ene laatste dag waren nog wel enigszins interessant, maar er zaten nog interessantere partijen bij. Vooral in het tweede toernooi. Dus in het eerste toernooi wist ik met 6,5 en 9 derde te worden en ook die tweede grootmeester om te halen. Maar we gaan nu door naar het tweede toernooi, daar zaten heel veel interessante partijen bij. Dus ten eerste, dus ik begon weer goed. Ik had de eerste 2 partijen gewonnen tegen lagere ratings. En toen moest ik tegen Anne-Marie Mutsch. En die partij werd vorige week al behandeld, dus daar gaan we niet nog een keer naar kijken vandaag. Maar je kunt het zelfs nog terugkijken op het Twitch-kanaal. Je kunt hem overal terugkijken. Agat Mator op YouTube. Menige website heeft erover bericht, dus mocht je die nog steeds niet gezien hebben... zeker even opzoeken. Ja, dat was zeker wel mijn mooiste partij van de 2 weken. En die werd ook inderdaad opgepikt door het schakelaar.
Maar we gaan door. Er gebeurde een beetje hetzelfde in dit toernooi. In ronde 4 moest ik tegen Grootmeester met wit. Ik beukte ervoor in zijn Nidhogg. Alleen toen ik heel erg goed stond, eigenlijk gewonnen misschien zelfs, pakte ik niet helemaal door, waardoor hij ineens initiatief overnam. En kwam ik weer met een 0 te zitten. Dus ik had weer een 0 te pakken die ik goed moest maken. En ja, alweer lukte het. Het scheelde in ieder geval dat ik elke partij ja, gewoon er vol in beukte. Dus als je dan dat in combinatie met goed spelen hebt, dan kun je zeker wel wat overwinningen pakken. Ik had niet echt saaie remises ergens ertussen zitten. Dus dat scheelde wel. Dus de volgende partij, de partij daarna moest ik tegen Pierluigi Basso. Italiaanse grootmeester met bijna 1600. En dit was op zich wel een interessante partij, vooral het einde, denk ik. Ja, misschien kunnen we wat fragmentjes pakken. Ik weet niet hoeveel partijen je op de planning hebt staan, maar. Ja, ik denk deze en daarna nog twee. Oké, okay, misschien dat Dus we dan dan. wat. Misschien een paar fragmenten moeten pakken in plaats van de hele partij. Maar dan moet je maar even kijken wat dat. Wat anders Ja, dus uitkomen. eigenlijk vanuit de opening kregen we op een gegeven moment. Het was een 1d4 opening, maar we kregen op een gegeven moment een soort van Siciliaanse stelling, omdat het D en C-pion waren geruild. En ik wist al snel een soort van gunstige Siciliaan te pakken. Want hij is een 1d4 speler en hij wist niet zo goed hoe hij met die Siciliaanse stelling om moest gaan. Dus ik kreeg al snel het voordeel en ja, ik wist steeds meer ruimte te pakken. Het begint later wat interessant te worden, eigenlijk op het moment dat best wel wat stukken ruilen plaatsvinden. Ja, dus hier worden de dames geruild. En in principe speelt zwart op voordeel omdat hij hier achterbleef C-pion heeft. Hij heeft ook druk op E5. Maar ja, ik speel als ik al die pion op de dame vleugel kan ophalen, wat best realistisch is, dan staat hij best wel onder druk natuurlijk. Hij paard F2, moest terug. Paard A3, probeert al C2 op te halen. En haalde E5 op. Oké, Maar je moet C2. toch even. Ik heb deze partijen toevallig. Ik heb niet heel veel live gezien, moet ik eerlijk bekennen. Maar deze partij toevallig wel. En ik dacht eigenlijk, goh, ja, wit staat wel lekker eigenlijk. Die centrum. Ja, dat is dus waarom ik geen GM ben, natuurlijk. Nee, dat die centrumpion is weg. A5 is kwetsbaar. Paard staat aan de rand. Oké, tuurlijk, je verliest C2. Maar ja, je staat er ook al eentje voor, dus hè. Wat is het probleem dan eigenlijk? Nou ja, een deel van het probleem van de hele eerste 30 zetten is eigenlijk al de hele tijd zijn loper. En verder, want zijn loper die staat al de hele tijd op G2 tegen zijn eigen pion aan het kijken. En hij had sowieso al de hele tijd best wel veel pion op wit staan. Dus als hij heel veel pion op wit heeft staan, dan is zijn wit van gelopen best wel slecht. En verder, oké, hij heeft dat paard op D3, maar C2 gaat zo meteen af. Dat paard staat enorm instabiel. Ja, dus zijn lopen is redelijk slecht en je ziet op dit moment in de partij dat hij eigenlijk activeert. Maar een ding is dus dat hij zijn pion op wit heeft en die van mij op zwart. En de damevleugel is eigenlijk het meest belangrijke. Want allebei onze koningen zijn daar het verst vanaf. Als ik daar een vrij pion kan creëren, is die veel dodelijker. En het is ook makkelijk om daar wat te creëren, omdat je niet een koning hebt die alles dekt, zeg maar. Dus dat zijn problemen. En op dit moment gebeurde ook dat ik mijn loop afruilde voor zijn paard. En eigenlijk een soort van goed paard, ja, slechte lopen achter iets krijgen op de damevleugel. Hij deed loop E8, toren D2, toren C7. En hij krijgt wel zijn eigen spel, maar hij blijft hier wel een pion achter. Eerst snij ik die op H2, die is toch met tempo. Want ik kan hier een remise maken, maar ik kan een tweede pion slaan. En dus op dit moment sta ik al twee pionnen voor. En in principe heb ik gewoon die potentiële vijf pionnen hier. Met 2 tegen 1. Dit was een beetje oppassen. Omdat hij heeft natuurlijk best wel een aftrekschaak is. En als ik bijvoorbeeld koning F6 doe. Dan moet ik enorm oppassen voor lopen dit 5. Dan kan ik ineens mat gaan. Dus hij heeft hier zeker wel wat ideeën. Maar ik wist accuraat te zijn met paard D4 volgens mij. Want hij heeft ineens geen goed aftrekschaakje. Omdat het gewoon. De toren staat veilig op A2, paard staat veilig. Hij heeft niks om aan te vallen eigenlijk.
Hij gaat hier naartoe. Hij gaat naar H6. En nu gaat hij naar G8. Dus hij heeft wel best wel wat mat ideeën. Dus ik moet G5 doen om niet mat te gaan. Dus dat scheelt wel. Hij heeft nu niet echt meer mat ideeën hierna. Dus ik ben op slot gewoon veilig, zeg maar. Toren A7 komt, koning G6, toren D7. Hij valt mijn paard aan. Hij heeft dit idee om A5 op te halen, zo meteen met loop op 7. Toren D2, paard te dekken. En hier kwam ineens best wel een interessant moment in de partij. Hij pakt die H5 pion. En er lijken niet zo heel veel pionnen meer op de bocht te staan. Maar ik heb nog steeds die meerderheid die ik daarom wil. En ik breek ineens door met de zet A4. En ja, misschien kun je een soort van quiz vragen wat er op koning 1 komt. Want koning 1 lijkt in ieder geval best wel logisch, valt met toren aan. Dus het is de vraag hier een beetje hoe zwart verder gaat. Ik denk dat ik hem zie. Maar ja, ik ga natuurlijk even niks verklappen. Ja. Ja, ik moet eerder bekennen, de partijen toen ik hem live keek werd afgekapt nadat je paard op H2, paard of 3 deed. Ja, dat was een beetje jammer. Ja. Het leek alsof hij vroegtijdig opgaf, maar de partij duurde. Ik was nog 30 zetten lang aan het bikkelen. Ja, nee, precies. We dachten gewoon, oh, die geeft wel vroeg op. Wordt A3 voorgesteld en paar maal B3, maar die zijn allebei niet goed. A3 lijkt wel interessant, want nadat hij de toren slaat, lijkt het heel even alsof hij die vijfpion niet kan stoppen. Maar hij is wel gewoon toren A5. Hij lijkt nu die toren te kunnen slaan. Of hij heeft misschien zelfs toren aan D4 trouwens. Misschien dat dat ook kan. Of nee, toren is... Wat is nou het meest handige eigenlijk? Ik denk dat dit... Nee, huh? Ja, ik denk dat dit wel een mies is. Toren A5. Je kunt die toren winnen. Toren D6, toren A6. Ja, ja, misschien dat ook. Dat is misschien makkelijker. Maar ook dit is volgens mij remise. Door D6, koning E5, door A6. Je kunt slaan, maar je moet die pion al opofferen voor die... misschien verlies je weer zelfs trouwens. Ja, paard kan liggen. Je paard staat gewoon ingesloten. Dus dit is niet ideaal, maar zeker interessant. Paar met B3 kan, maar dan sla je die toren. En volgens kost het dan een stuk. En ja, met die koning en die loper is het zeker te doen om die pion op te stoppen. Dus alleen maar de vraag of je nog verliest met zwart. Dus niet echt een goede winstpoging, nee. Maar er is een andere zet in de stelling hier. Paard F3 schaak. Nee, is helemaal de andere kant op. En het lijkt eerst een stuk weg te geven. Nou, loop maar F3. Loop maar D5, loop maar D5. Maar je hebt ineens het mooie A3. En die koning staat nog steeds heel ver weg. En ondertussen kan die loper ineens ook niet meer helpen. Dus ja, die A-pion die loopt gewoon door. Je kunt er niks aan doen. Briljant. Dus paard 3 was wel een mooie punt van na koning 1. Zij slaat hem. Ik had trouwens een andere gezien, Max. Werd A-mal B3 ook? A-mal B3. Oh nee, ik zie het al. Nee, ja, je kan... ja, fijn dat ik het zelf weer leg, hè. Je hebt voor mij toren D6 schaak. Volgt de loper G6. Ja, maar ik voel me af hoe dit was. Want die staat al afgesneden. Maar dit zou in principe wel remis moeten zijn naar loper B. Ja, nee, die andere is overtuigender. Dit, ja, die is, hier zit die nog een lek in. Zonde. Dan heb ik hem toch niet gezien. Ja. Nee, dus dat was niet zo heel makkelijk, maar hij was wel mooi vooral. Dus hij slaat gewoon die pion op A4, want hij had niet een trucje. Jammer altijd. Maar dan maar weer door. B3. En nu lijkt hij die pion te kunnen stoppen door die loop op G6 neer te zetten. Maar nu begon eigenlijk het feest pas. Nu deed ik ineens koning G4. En nu speel ik er ineens niet alleen op dat die B-pion gaat promoveren. Hij gaat gewoon mat ook. Er zijn heel veel matbeelden te bedenken met paard, toren, koning hier. En bijvoorbeeld als ik mag slaan op G3, volgt paard 3, toren 2. Is er gewoon al schaakmat. Dus hij doet toren B6, ik doe koning maar G3. En behalve dat paard 3, toren F2 een idee is, krijg ik ook al meteen mat in 1.
door de 1. Zij doet loop H5 om dat veld te dekken. Maar nu heb ik toch H2. En nu komt ineens dit mat beeld. Dus hij doet koning E1. En misschien had ik niet lopen kunnen slaan, maar ik wist niet zo zeker hoe makkelijk dit was volgens mij. Want dat paard staat best wel instabiel en hij heeft ook nog die A-pion die een keertje gaat rennen. Ja, een torenpaard tegen toren is theoretisch remise, hè? Ja, dus het probleem dat ik in deze stelling soort van heb, is dat ik en die loper moet winnen en mijn B-pion onder het bord moet houden. Wat dus niet zo heel makkelijk is, maar ik heb geluk dat die matbeelden erin zitten. Dus hij deed koning 1 en ik deed B2. En nu dreig ik die toren voor die pion te winnen. En dan is het wel meteen over en uit. Zij doet lopen D1. Komt toren H1 B1. Dat hij gewoon die lijn afsnijdt. Paard C2 schaak. Hij kan niet slaan. Omdat ik dan volgens toren C1 doe. En dan promoveer ik gewoon. Zij doet koning F1. En hier wist ik die lopen op te halen met toren H1 schaak. Koning E2. Paard D1. En nu heb ik en die B-pion nog over en ik heb die loper gewonnen. Dus dit was op een gegeven moment uit. Dus deze partij vereiste best wel wat techniek. En dit was wel een belangrijke overwinning. Want ik terwijl ik dit toernooi aan het spelen was, vergeleek ik dit toernooi best wel veel met het eerste toernooi. Want ik probeerde natuurlijk weer een norm te halen. En het toernooi begon enigszins gelijk. Een beetje zelfs wel tegenstanders. Het verschil was alleen dat mijn... Ja, de gemiddelde tegenstander was iets lager dan in het eerste toernooi. Wat waarschijnlijk betekende dat ik nu 7 uit 9 had voor mijn laatste dom. In plaats van 6,5 uit 9 wat ik in het eerste toernooi haalde. Dus ik moest meer punten gaan halen. Dus remise was niet echt gewenst in deze partij. Dus dat werd maar eens 70 zetten lang doorpushen. En uiteindelijk werd ik ook mee beloond met een vol punt. Dus ik had op dit moment 4 uit 5. En toen moest ik met wit tegen een FM ineens. Met 23 hoog. Het is een beetje een rare pairing. Je wint net van een grootmeester. Vervolgens moest je ineens tegen een FM. Maar mijn tegenstander deed het best wel goed. Dus hij haalde ook 4 uit 5 op dit moment. En ik zag eigenlijk dat hij altijd van zijn McCutcheon variation deed. Zoals met 3 paarden 3, paarden 6. Loop G5, loop op B4. E5, H6. En hier zijn ontzettend veel partijen mee. Ik ken deze variant ook heel lang. Maar terwijl ik aan het voorbereiden was voor mijn tweede partij van dit toernooi, had ik deze variant ook heel even bekeken. En er zijn hier best wel wat opties met wit. Er zijn ook allemaal best wel opties geprobeerd. Lopen de 2, lopen ze 1, lopen E3. Slaan natuurlijk is er ook. Maar mijn engine die gaf ineens lopen F4 aan. En toen ik in de database keek, het lijkt ten eerste een hele belachelijke zet, omdat hij niks lijkt te doen op F4. Maar ten tweede had nog niemand dit ooit gespeeld in de database. Dus dit was nog een nieuwtje. En als er nog ergens op staat, dan wil ik het natuurlijk graag spelen, omdat het een nieuwtje is. Dus het is altijd mooi, zo vroeg in een bekende variant, iets nieuws te kunnen spelen. En het bleek... Toen ik het wat dieper ging checken, bleek het helemaal niet zo nutteloos te zijn als het lijkt. Want je hebt namelijk de variant lopen C1. En in best wel veel varianten zijn ze gelijk aan lopen C1. Maar staat die loper ineens op F4 en die staat daar gewoon E5 te dekken. Dus je hebt in de partij paard E4, ze speelt het altijd. Paard E2, C5, A3. En normaal doen ze altijd lopen A5 in dit soort stellingen. Maar als je nu op C5 staat, wat de standaard reactie is... heb je ineens E5 gedekt. Terwijl die loper op C1 dat niet doet. Dus je hebt ineens een veel gunstige versie. Want als ze alles slaan op C3 en dame C7 doen. Ja, E5 staat gewoon ineens gedekt. Dus het is gewoon een veel gunstige versie voor wit. Dus uiteindelijk bleek het gewoon nog ergens op te slaan ook. Dus dan moet je het wel spelen als je die kans krijgt. Zeg maar. Hij koos in plaats van loper A5 te slaan op C3 wat logischer is. En we krijgen nu een soort wienerwerkstructuur uit Frans. En dat werd gewoon spelen. Hij deed dame C7, toren B1. En hier was nog in boek, maar naar B6 wist ik het niet meer. En het leek een beetje langzaam, want na dame G4 moet hij soort van koning F8 doen om G7 toch maar te dekken.
Hij kan ook iets als G6 doen, maar het verzwakt de zwarte velden iets te veel zonder die zwarte velden lopen. Zij moet wel koning F8 doen, min of meer. En ik dacht hem meer te kunnen afstraffen, dat hij het wat passiever speelde dan de variant die ik had bekeken, zeg maar, met mijn computer. Er wordt trouwens nog even dus... tussendoor wordt nog gevraagd of G5 te agressief is voor zwart. Maar ik denk dat het alleen maar ja, te veel verzwakt ook, hè? Ja, het is vooral een kwetsbaar punt. Zeg maar, als je naar mijn pionstructuur kijkt, dan wijst hij naar de koningsleugel. Daar heb ik het meeste ruimte. Dus mijn spel hoort eigenlijk op de koningsleugel te zijn. Dus op het moment dat je het zo erg verzwakt, doe ik gewoon iets als lopen D2. En nu is het veel makkelijker om het oog te breken met een zet als H4. En daarna heb ik al het spel dat ik wil. Terwijl na een zet als koning F8 is het niet zo makkelijk om het open te breken, zeg maar. Duidelijk. Ik dacht dus, ja, ik heb het loperpaar hier en hij heeft totaal geen ontwikkeling. Dus laat ik het openbreken met C4. Was een dubbel pion offer, maar misschien iets enthousiast. Ik vond het tamelijk briljant, moet ik zeggen. Maar achteraf heeft hij weer gelijk, hè, dus je kunt het gewoon verkopen als een briljante zet. Ja, misschien. Ja, objectief was het dus niet zo goed. Ik moet gewoon iets als H4 doen. Dan sta ik beter. Maar C4, ja, het was in ieder geval een interessant concept. Hij staat op D4. En ik doe gewoon rustig lopen E2. En voor een deel was het idee eigenlijk om deze diagonaal dicht te gooien, zodat hij niet zijn slechte lopen kan afruimen. Maar het kost me wel 2 pionnen. Misschien net iets te veel van het goede. Nu besluit hij eentje terug te geven om zijn ontwikkeling af te maken. Dus hij doet lopen B7 door de 1. Hij kan ze niet makkelijk allebei ontdekken, want ik heb allebei druk op. Hij loopt D5 en ik blokkeert in ieder geval die D-lijn. Paard C6 door D2. En hij heeft in ieder geval een soort van zo'n ontwikkeling voor elkaar. Maar ik heb nog steeds dat loperpaar. En het is niet zo dat de pion die ervoor staat zo denderend is. Of die B-pion. Die maakt me niet zo heel veel uit nog. Dus ik heb zeker wel een goede compensatie in ieder geval voor die pion. Maar hij besluit een tweede te slaan. En het is een beetje de vraag of dit wel een goed besluit is van hem. Want hij gooit wel alles open nu. En ik heb wel het loperpaar. Hij stond al een pion voor, dus misschien moet hij niet zo hebberig zijn. Maar zo toch, dame G3, valt die paard aan, dus hij doet F6. Toch op het eerste gezicht lijkt het alsof je gewoon je volledige centrum hebt weggegeven. En ja, dat is het een beetje klaar is, zeg maar, dat je al je GM-aspiraties de prullenbak in kan doen hier. Waarom is ja, het toch zo gevaarlijk nog voor zwart? Want je zegt wel hij lopers, torens, maar ja. Hij is niet torsen, of ja... verbonden. En bijvoorbeeld, hij heeft wel enorm veel gaten in zijn stelling nu. Dus ik had eigenlijk verder moeten gaan met loper H5. Ik dacht dat toren 1 iets nauwkeuriger was. Maar het bleek eens andersom te zijn, want misschien wil ik die toren op F1 neerzetten bijvoorbeeld. En die loper die moet toch wel naar H5 toe. Dus ik had eigenlijk toren 1 moeten doen. Eerst loper H5, want hij doet G5, loopt E3. Misschien dat hij H5 er nog achteraan had kunnen gooien. Dan was het wel een lastige partij geworden waarschijnlijk. Dat is een reden waarom ik eerst die loop op H5 neer moet zetten. Om in ieder geval die H-pion te blokken. Maar hij maakt er geen gebruik van. Hij doet door C8, een beetje langzaam. Loop H5. En het idee was om C3 te doen. En nu dat die dame gedekt staat, staat dat paard niet meer gepend. Dus er komt paard C4 aan de volgende zet. En ik wil niet die dame ruilen, want ik sta 2 pionnen achter. Dus ik wil stukken wel voorkomen. En ik heb dat mooie loperpaar eigenlijk, dat ik ja, eigenlijk ja, heel graag wil houden natuurlijk. Dus als ik bijvoorbeeld toren 1 doe, wat wel logisch is, raak ik wel dat loperpaar kwijt naar paard C4. Valt mijn dame aan, dus ik moet eigenlijk wel verzetten. En vervolgens laat ik mijn loper. En nu wordt mijn initiatief een beetje dunnetjes, omdat ik mijn loperpaar verlies. Iets als koning G7 misschien. Het is nog steeds wel enigszins tricky, want hij heeft best wel wat gaten natuurlijk. Maar ja, ik wilde niet mijn loperpaar opgeven. Dus toen offerde ik behalve de 2 pionnen die ik al achter stond, een kwaliteit bovenop. Een soort van om het tempo te winnen, zodat hij niet meteen tijd krijgt om paard C4 te doen. Hij slaat natuurlijk terug. Is dit er eentje op intuïtie trouwens, dit offer? Of heb je het even goed doorgerekend? Intuïtie. Lekker.
Ik zit best wel veel op intuïtie geschaakt in Italië, door mij, volgens mij. Dus ook bijvoorbeeld die partij tegen Annemarie Mutsch. Oké, ik had natuurlijk wel veel gezien, maar natuurlijk lastig om alles te zien in zo'n damehoffer. Maar het voelde gewoon heel goed. En objectief gezien weet ik dat dit niet goed is. Dat weet ik ook tijdens de partij. Maar je moet wat. Ik wil niet... objectief gezien is door de 1 de betere zet. Maar aan de andere kant krijg je wel een stelling waarin je gewoon minder staat. En niet per se prettig is om te spelen. Door middel van dit balloffer kan ik in ieder geval... hou ik het initiatief. Dus ik zet in ieder geval druk op hem. En misschien sta ik niet al te goed. Maar zolang de druk maar op hem staat, is het makkelijker voor hem om fouten te maken. En op dit moment had hij ook nog maar iets van 5 minuten op de klok. Dus het is best wel makkelijk om fouten te gaan maken als je nog maar 5 minuten op die klok hebt. Dus hij sloeg terug. Ik deed F4. En hij ging al meteen de fout in. Hij moet eigenlijk met zijn paard naar F7, zodat in ieder geval zijn koning een beetje gedekt staat. Ik was waarschijnlijk verder gegaan met iets als toren F1, met het idee als lopen D4. En optisch gezien zou ik zeggen dat het best wel veel... Ja, het lijkt gewoon alsof er heel veel druk staat op zwart 4. En het is niet zo duidelijk hoe je je stelling gaat verbeteren. Dus ja, grote kans dat hij alsnog wel een keer de fout in was gegaan. Een idee is misschien ook dame G4, dame F5, om binnen te komen op G6, om druk te zetten op F6. Dreig je misschien een keer F maar G5 om die F-lijn open te gooien. Dus ik heb best wel wat ideeën. En als hij heel weinig tijd op die klok heeft ook, is het best wel lastig om dit goed te blijven spelen. Dus ik had hier ook best wel hoop gehad, zeg maar. Ondanks dat mijn stelling, ja, volgens de computer niet al te best is. Maar het is best wel gecompliceerd. Maar hij deed paard C4 en dit haalt weer een stuk van zijn koning af. Het lijkt niet echt alsof ik hele dender in de aanval nog heb. Maar het is toch gevaarlijker dan het lijkt eigenlijk. Ik deed loper D4. Zet die loper op een prachtig veld. Zet die F-pion, het draait gewoon meteen binnen slaan. En ja, er komt ook gewoon iets als toren E6 aan of toren F1 gevolgd door F5. Dus het is best wel gevaarlijk allemaal. Dus hij doet dame F4. Lijkt een soort van tempo te winnen, want ik wil weer niet dames ruilen. Maar ik heb een heel mooi veld nu voor mijn dame. Dame als C3. En dit zet nog meer druk op F6. En ik dreig nu gewoon met toren V1 binnen te vallen op F6. Dus ik heb best wel veel dreigingen. Dus hij zet maar die dame weg van die F-lijn, zodat hij niet toren V1 met tempo toelaat. Maar nu heb ik dame A1. Dit was oogstrelend werkelijk. Dit was zo'n mooie manoeuvre, vond ik. De dame zou terugspelen naar A1. Ja. Het is echt fantastisch. Ja. En ik sta nog steeds in kwaliteit en B-pion achter. En mijn tegenstander vertelde me na de partij dat hij iets als toren H7 kon doen. En dan wel goed stond of gewonnen misschien zelfs, omdat hij zoveel materiaal voor staat. Maar ik dacht van, ja, ik zie best wel wat kansen, je hebt geen tijd. En volgens mij is mijn aanval op dit moment best wel sterk al. En ja, het was niet zo heel gek voor mij dat de engine zelfs gaf dat... Het maakt niet eens uit welke set hij doet. Het is gewoon +5 voor wit al. Dus hij had echt de stelling totaal verkeerd begrepen. Ik denk vanaf het moment al dat ik die kwaliteit opdraaide, hij dacht van ja, ik sta gewoon een kwaliteit met 2 pionnen voor, wat ben je nou aan het doen? Maar ja, de stelling totaal verkeerd begrepen, denk ik. En dit is gewoon al uit. Als hij iets toren A7 doet, dan kan ik bijvoorbeeld toren E2 doen. Dame F4, toren F2. Allemaal met tempo. En vervolgens kom ik binnen slaan op F6. En die koning staat echt niet prettig. Dus dit is ook gewoon totaal uit al. Dus ja, maakt niet echt uit wat je hier doet, maar ik sla gewoon binnen op F6 een keer en de aanval slaat door. Hij deed een paar B2. Had je het zelf trouwens door, dat je echt zo gewonnen stond al? Nee, maar ik dacht wel dat ik beter stond al. Of ja, het zag er gewoon enorm gevaarlijk uit. Dus ik wist het niet zeker, want ik sta natuurlijk wel wat materiaal achter. Maar het zag er enorm gevaarlijk uit. Ja. En ik had niet door dat het al +5 was, maar ik had wel door dat het mis aan het gaan was voor hem. Oké.
Maar hij deed in Spa B2. Deze set had ik totaal al gemist. Het lijkt gewoon, als je terug gaat zitten achter die bord, denk je eens van wat is dit? En denk je dat die gast heel even briljant is. Maar ik kan gewoon slaan. En het is gewoon, gewoon een volgaat stuk. Dat was echt, hij stond sowieso al verloren dus, blijkbaar. En ik had ook wel een beetje door dat het al slecht ging, maar dit was gewoon even een gratis stuk. Weet je, hij had gewoon gemist dat dit kon. Zijn idee was dat Dame al B2 niet kon voor mat. En ondertussen dreigt hij wel binnen te slaan op C2. Maar zelfs de zet loopt maar op 6 wint hier. Want hij kan niet eens Thomas C2 doen omdat hij schaakmat staat. Wat ook wel een mooi plaatje is. Ongekend, ja. Maar dus dat is een beetje gek wat hier gebeurde. Hij gaf ineens vol stukken, ga er niets, wat een beetje onnodig was. Dus deze partij won ik. Dit was zeker wel, ja, gezien partijverloop had dit alle kanten op kunnen gaan nog. En was het zeker wel een van mijn belangrijke partijen, want het was misschien niet de sterkste tegenstander uit het toernooi, maar dat was zeker wel een belangrijk, ja, punt. Omdat het gewoon, als ik deze partij verlies, dan ben ik gewoon totaal uit de running. Kan ik geen groot meester worden in dit toernooi. Dus dit was wel een belangrijke partij. En ja, oké, misschien niet objectief gezien de beste partij, maar ik denk dat het optisch gezien gewoon heel erg leuk was. En ja, zeker niet makkelijk ook voor hem. Want ik gooide er elke keer weer materiaal tegenaan om initiatief te winnen. Ik vond deze persoonlijk het meest briljant. Maar goed, ik heb ook niet met de engine gekeken. Dus ik ben totaal niet beïnvloed door allerlei plus 5, min 5 toestanden. Ik vond hem echt twee pionoffers, kwaliteitsoffer, dame de hoek in. En ja, het punt is binnen. Ja, vooral, ja, het was wel, dat zeker wel bij wat zeker wel kijken waard was. En heel vaak boeit het ook niet zo heel veel wat die engine geeft. Want tijdens de partij weet je dat zelf ook niet. Dus op het moment dat ik normaal D5 doe hier, weet ik wel, oké, waarschijnlijk niet de beste set, maar ik speel niet tegen een engine. Ja. Wat enorm scheelt natuurlijk. Toch wel lekker hoor, dat je niet tegen engine speelt als je enorm wil scoren. Ja, want oké, tegen computer doe ik dit natuurlijk nooit, want dan word ik gewoon direct afgestraft. Maar ik speel tegen een mens die maar 5 minuten op de klok heeft. En ja, zoek het nou uit. Dat is een beetje ook de instelling. Ja, nee, want, het is gewoon totaal niet makkelijk deze stelling voor zorgt. En ondertussen heb ik met wit wel extreem makkelijk te zetten. Gewoon lopen naar D4, F4 erin knallen, toren naar F1, proberen op G5 te tikken. Het enige moeilijke, of ja, niet extreem moeilijk, maar was wel, toen ik die kwaliteit offerde, zag ik wel dat ik mijn dame op A1 kon zetten. Want anders is het niet zo duidelijk wat wit nou precies van plan is na paard C4. Want oké, in principe moet ik lopen D4 doen. Dame al F4. En ja, soort van dame als C3 moet, om dat initiatief te houden. Bent ook die toren. Of bent het paard. Dus dit was zeker wel, ja, wel een mooi moment. Ondanks dat, omdat je toch die partij speelt en je niet zo heel veel uitmaakt wat de schaakcomputer nou van vindt, want dan speel je toch niet tegen. Ja, nou ja, goed punt. Niet altijd even makkelijk, maar Maar dit soort ja, keerpunten zijn bijna altijd wel belangrijk in toernooien, want je speelt toch 9 partijen, of nu zelfs 18 in totaal. Dus je kunt niet perfecte partijen spelen of makkelijke partijen alleen maar. Dus je zult altijd dit soort partijen hebben. En dan is dit soort partijen zijn altijd de belangrijkste. Dat je ervoor zorgt dat ze jouw kant op vallen. En dat lukte wel omdat ik nu toch eenmaal D5 deed en die kwaliteit offerde. En waarschijnlijk niet als ik dat niet had gedaan. Ja, en kijk, welke ronde was dit ook alweer? Dit was ronde? Dit was ronde 6. Dus dit betekende dat ik 5 uit 6 had. Mm-hmm. Na deze overwinning. Toen moest ik tegen de jonge Deen Jonas Boulbier. 25-50 grootmeester, dus zeker wel sterk. Maar ik kreeg dubbel wit. En ik wist op dat moment dat ik waarschijnlijk 2 uit 3 had om
grootmeester worden. Of nodig had. En ik wist dat, oké, omdat ik nu dubbel wit had, was de kans best wel aanwezig dat ik dubbel zwart zou krijgen op het einde. Dus ja, in die partij ging ik ook volledig pushen voor de winst. Ging niet al te soepel, maar wel zeker een boeiende partij weer ook. En uiteindelijk lukte het wel om die partij ook binnen te tikken. Betekende dat ik nog 1 uit 2 nodig had. De laatste dag weer, net als in het vorige toernooi. Maar ik ging 2 keer zwart krijgen, wat natuurlijk een stuk moeilijker is dan een keertje wit. Want een keertje wit is waarschijnlijk een soort van remise die je al binnen hebt, zeg maar. En nu gingen beide partijen, of beide tegenstanders vol voor de winst. Dus het was ineens een hele andere situatie. Want ik moest nu 1 uit 2 scoren met zwart tegen 2 sterke tegenstanders die allebei wilden winnen. Maar de eerste partij viel de opening goed mijn kant op. En toen had ik een goede stelling. En een tegenstander die remise aanbood. We hadden een eindspel niet al te veel stuk op bord, maar het was al duidelijk dat ik beter stond. Dus niet zeker hoe goed. En de partij was nog niet zo lang bezig. Dus ik stond zeg maar voor de keuze, oké, of ik ga nog 3 uur lang pushen. En probeer het punt al binnen te tikken en dan ben ik meteen een grootmeester. Maar aan de andere kant kan ik nu ook meteen die remise pakken. En probeer de laatste ronde weer remise te maken. En dan ben ik in ieder geval goed uitgerust, want de partij duurt niet al te lang. Ja, want even voor de goede orde, je speelde 2 rondes op een dag, hè? Ja, het waren 2. Ja, dus beide toernooien waren dubbelrondige toernooien. Dus 2 partijen op een dag. Dus dat was best wel heftig allemaal. Zeker aangezien je constant een mondkapje moest dragen. Dus je draagt gewoon een mondkapje voor 8 uur op een dag, terwijl je heftige partijen speelt. Dus toch even winnen. Dat was best wel zwaar. Dus ik pakte, uiteindelijk besloot ik toch maar die remise te pakken, mijn rust te pakken. En dan maar die laatste partij te spelen met zwart. Dus toen moest ik tegen de Amerikaan Hans Niemann. Die heel duidelijk maakte dat hij vol op de winst zou gaan van tevoren. Had hij zelfs een tweet over gemaakt. Om wat mindgames te spelen of zo, ik weet niet precies waarom. Maar ik zorgde ervoor in ieder geval dat hij niet te veel van slag zou brengen. En in principe moet ik een remise maken met zwart. Dus je kunt het proberen heel safe te spelen. Zoals die topgrootmeesters eigenlijk altijd doen. Een soort van gewoon Catalaanse mainline spelen. En dan proberen al je theorie te kennen. Hopen om een gelijke stelling. En dan halfjes pakken. Maar ik dacht eigenlijk aan ooit een keer. Ik hoorde Peter Svitlo ooit een keer zeggen ook. Maar ook anderen volgens mij. Als je remise nodig hebt, dat je eigenlijk vol op de winst moet gaan. Wat misschien een beetje raar klinkt. Maar als je goed speelt en je gaat voor die winst, dan heb je heel vaak dat die remise kans op een gegeven moment vanzelf komt. Dus ik koos voor om Koningsindisch te spelen. Juist niet de opening die je verwacht als je remise nodig hebt. Want het leidt eigenlijk alleen maar tot winst of verlies. Maar ik buikte er gewoon vol in en daardoor kreeg ik omdat ik ook als soort van goed speelde, kreeg ik al heel snel op zet 20 een stelling die eigenlijk al gewonnen was. Dus toen kon die niet anders dan mijn remise aanbod accepteren. Ik zet me gewoon even op bord hoor, want volgens mij kreeg ik heel snel, ik vond het toch mooi, maar dat is meer mijn liefhebberij. Dan ging nog even verder, toch, de partij? Nee, dit was de eindstelling. Er waren nog wat zetten gedaan op het liveboard, omdat wij nog heel even wat zetten hadden uitgevoerd. Ah, vandaar. Maar hier eindigde de partij officieel. Ah, oké, want inderdaad, ik kwam weer een kwaliteitsoffer aan, hè? Ja, dat was ik wel van plan. Dus ik deed zeker niet rustig aan. Maar ja, het is wel duidelijk dat Sparta enorm goed staat. Ik sta op dit moment al een pion voor. En ik ga een kwaliteit voor een 2 pion en een paard offeren. Maar ja, bijvoorbeeld stel hij doet iets als dame C2. Ik geef die kwaliteit. Volgens pleur ik die lopen op D4 neer en heb ik 2 prachtlopers. En het is duidelijk dat het enorm goed is voor zwart. Maar dus ik kan op de winst gaan. Maar in principe speel ik maar om 5 rating. Want de remise betekent niet alleen de grootmeester titel, maar ook dat ik het toernooi ongedeeld had gewonnen. Ook niet verkeerd. Dus het is moeilijk om dan maar niet voor remise te gaan. Het lijkt me prima keuze
Volgens mij was het niet Lucas van Vrees die 2 jaar geleden in Tata Steel ook remise afsloeg en daarmee zijn titel op het spel zette. En vervolgens duurde het nog enkele maanden, dacht ik, voordat hij zijn titel binnen Lucas had. Die kreeg... Dat was een beetje lastige keuze. Zelfs, ja, Lucas... Ja, dat was iets anders. Of ja, Lucas die stond niet eens zo goed toen zelfs, volgens mij. Hmm. Maar hij had gewoon de instelling van... Ik word sowieso ooit een keer GM. Goeie instelling op zich. En dat hoeft niet per se. Hoeft niet per se nu. Dus hij viel gewoon die partij door. Hij verloor hem wel. Maar het kan gebeuren. En ja. Hij is nu gewoon grootmeester. En zelfs Nederlands kampioen ondertussen. Daarom. Het betaalt zich uit. Hey, even, er zijn nog wat vraagjes in de chat. Er wordt gevraagd wat je ambitie is als je professional wil worden. Ja, in principe momenteel... Behalve dat ik veel train voor het schaken, doe ik ook, studeer ik ook economie in Tilburg. Dus ik hou nog enigszins de opties open, zeg maar. Ik ben niet echt vol voor het schaken gegaan, aan het gaan. Waarschijnlijk zal ik ook geen profschaker worden. Maar ja, ik laat de optie wel open, zeg maar. Ja, precies. Nog geen reden om een van beide overboord te gooien. En jij had ook nog gevraagd aan die 2 partijen op een dag of je een beetje fit was, fysiek fit. Want ik had even gekeken, ik zag heel veel jonge spelers in de top meedoen in dit toernooi. Ik neem aan dat iedereen er helemaal klaar voor was, toch? Het toernooi was over het algemeen heel jong, want wat oudere mensen die willen natuurlijk met COVID niet echt risico nemen. Dus er waren wel bijna alleen maar jonge spelers die meededen. Die wat minder risico lopen natuurlijk met het virus. Dus het was over het algemeen jong. Maar ik had wel qua fitheid wat voornemens ook genomen. Want ik merkte ook dat mijn slaapritme bijvoorbeeld heel onregelmatig was. En dat ik te laat ging slapen. Dus ik had ongeveer een maand van tevoren, voordat het toernooi begon, dat ik ervoor gezorgd dat mijn slaapritme fixed was. En dat ik in ieder geval genoeg slaap pakte ook elke nacht. En behalve dat had ik ook, was ik een soort van dieet gegaan. Om me nog fitter te krijgen dan dat ik al was, zeg maar. Dus ik had er ook qua fitheid er zeker wel aan gewerkt. En ja, het heeft niet tegengewerkt. Nee, kun je moeilijk beweren. En nog even een laatste vraag, want we gaan het een beetje afronden. Iemand vraagt wanneer je mee gaat doen met Tata en of je Anish een beetje goed aanpakt. Je gaat niet meedoen, maar je bent wel, je gaat wel morgen die kant op, of niet? Ja, ik vertrek morgen wel naar Wijk aan Zee. Niet als speler natuurlijk, want ik ben nog niet echt sterk genoeg natuurlijk om in die masters goed mee te doen. Maar ik vertrek om als secondant te werken voor Jordan van Vrees. Dus ik mag morgen weer aan de bak, niet als speler zelf, maar om Jordan te helpen zo goed mogelijk resultaten neer te zetten. En gaan jullie het beter doen dan vorig jaar? Met andere woorden, gaan jullie weer boven Anish eindigen, denk je? Vorig jaar hielp ik Jordan niet, natuurlijk, want ik speelde zelf. Maar we gaan ons best doen. Het is moeilijk. Vorig jaar deed Jordan het ontzettend goed. Dus het zou enorm knap zijn als hij dan de resultaat verbetert. We zullen zien. Right, duidelijk. Max, enorm bedankt voor je toelichting van je laatste twee toernooien. Ik vond het echt enorm boeiende partijen. Alle partijen staan trouwens in deze Leechers study. Vind je het goed als ik die link gewoon deel in de Twitch chat? Ja, prima. Ja, want er waren ook een aantal partijen die niet afgemaakt waren op het liveboard. Dus hier zijn ze compleet ook. En er zaten veel meer interessante partijen bij dan we vandaag hebben behandeld. Ik zou vooral ook noemen die tegen Bière ronde 7 tegen in het tweede toernooi. En ja, dat dame op voor in ronde 3. Als je die nog niet gezien hebt, dat was wel de meest boeiende partij vooral. Ja, mee eens. Genoeg vermakelijke potten om te zien. Waar is het dan eigenlijk te volgen? TataSteelChess.com kun je alles vinden. Maar ik denk dat elke zichzelf respecterende schaaksite wel iets bericht over een van de weinige over de board klassieke toernooien die gespeeld worden momenteel. Is helaas niet te zien in Wijk aan Zee, maar wel vanuit huis. Het is lastig om niet te vinden. Ja, het is lastig om het niet te vinden. Ja, probeer het maar eens te missen. En overigens, ook het vermelde waard uiteraard, is dat na elke ronde, elke avond van 8 tot half 9,
zal ik de hoogtepunten van die dag op dit kanaal delen met jullie. Dus op elke speeldag om 8 uur 's avonds, zorg ervoor dat je eventjes online bent of volg even het kanaal om in ieder geval op de hoogte te blijven. Dan weet je wanneer we live gaan. Hoef je niks te missen van de dag. Laten we even alle hoogtepunten zien. Dus dat kan sowieso. We gaan afronden. Nogmaals, Max, dankjewel. Geniet van je titel even. Morgen hard aan het werk natuurlijk. Zal... Maar wanneer heb je hem officieel, denk je? Laatste vraag nog even. Wanneer is het congres? Volgens mij rond maart of april zal ik hem officieel maart, hebben. April, mooi man. Succes in Wijk aan Zee. Maak er wat moois van. Alle kijkers, dank weer. En ik hoop iedereen dus in ieder geval zaterdag te zien met het eerste Tata Steel dagjournaal. Dus tot dan.